Het is belangrijk voor mensen met reuma om in beweging te blijven. Dit heeft allemaal positieve gevolgen voor hun gezondheid. En de Reumazorg Nederland is zich hiervan bewust en organiseert mede daarom wandelingen. En niet zomaar wandelingen, wandelingen waarbij je een schat gaat zoeken. Een online schat wel te verstaan. Dat doe je door middel van geocaching. Vandaag loop ik een rondje mee. We gaan niet de goede kant op. We moeten... We moeten rechts dat pad hebben, rechts. We gaan daarheen. Ja, we gaan daarheen. Geocaching voor mensen met reuma. Kan je daar wat meer over vertellen? Je begint bij een bepaald startpunt. En dan je vragen. De vragen beantwoord je met informatie die je kunt vinden op de plek waar je staat. En ze hebben vaak rekensommetjes of andere vragen. En daarmee kun je nieuwe coördinaten berekenen. Ja. Zo loop je een soort speurtocht. En uiteindelijk kom je uit bij de eindplek waar een cache of een soort schat verstopt ligt. Ja. Die moet je aan het zoeken. Puzzelspeurtocht. Ja. Waarom is deze route zo goed toegankelijk voor mensen met reuma? De route is wat korter qua afstand. In het park staan meerdere bankjes waar mensen tussendoor dus uit kunnen rusten. Ja. De paden zijn beter begaanbaar, zijn vaak vlakke paden waar je ook met rolstoel overheen kunt. Waarom is het zo belangrijk voor mensen met reuma dat ze bewegen? Het moeilijke is bij reuma is dat hoe minder je beweegt, hoe eerder er slijtage, vastzitten, etc. optreedt. Ja. Dus het is juist heel belangrijk dat je ondanks pijnklachten toch beweegt. We gaan op zoek naar de geocache. Deze is nu hier in Helmond. Lukt. Zijn er ook meer in Nederland? Ja, voor Reumazorg Nederland zijn er nou 3 gemaakt. 1 in Helmond, 1 in Gelderop en 1 in Wageningen. Ja. En ze willen graag nog meer routes maken. Door in het hele land? Ja. Kijk eens aan, yes! We hebben hem! We hebben hem! Jij kunt zelf bepalen, ik ga nu naar dat gebied en daar is geocaching uitgezet. Ja. Ik ga proberen met mijn coördinator en je hebt gezien hoe makkelijk dat allemaal gaat met die vragen. Nou, dat je op die manier gaat lopen en dan ben je er staan, je bent het lopen, je bent het kijken, je bent het zoeken, je hebt contact onderling, je hebt contact met andere mensen en dat zijn natuurlijk allemaal heel belangrijke dingen. Ja. Je hebt de cache gevonden. Nou, cache! Yes.